Breda Nu. Je weet het meteen. De winter is dan toch nog gekomen in Nederland. Maar hebben de Bredanaars nou last van die kou? En belangrijker nog, bent u de Russische beer al tegengekomen? Heeft u al de Siberische beer gezien? Zo? Nou, ik kwam hem net tegen, daar op het plein liep hij. Nee. Nee. Nog niet gezien. De Siberische beer nog niet gezien, zeg maar. Maar het is wel berenkoud. Is het een beetje te doen buiten? Als jij goed kleedt, dan valt het mee. En als je een beetje in beweging bent, een beetje aan het werken bent, dan valt het mee. Nou, we waren aan het wandelen aan de Asterplas. En daar hebben we veel eenden zien overzwemmen. Maar de voeten waren bevrozen. Of poten, of wat. Ja. Ik kom dus uit België, dus ik weet niet... Het wordt nu allemaal koud s'nachts en vorst en het gaat vriezen, er komt ijs. Gaat hij nog iets met het ijs doen, schaatsen op natuurlijk? Nee, ik heb de laatste twee weken alleen maar schaatsen gezien. En ik ben niet meer zo van het schaatsen. Als het kan, wil ik er wel gaan doen. Als het kan. En u, Goest? Nee, ik niet. Gewoon niet, ik ken niet schaatsen. Nee, nog nooit geprobeerd of is gewoon... Nou, nooit geprobeerd ook, maar ik denk dat ik niet echt kan. Ik op de schaatsen ga staan omdat ik zo plat denk. Hoe kleed je je eigen tegen de kou? Kunnen jullie een beetje tegen? Ja, sowieso. Hè. Dubbele trui aan, zeg maar. Handschoentjes, zeg maar. Dus alleen als je handschoen verloren bent, zeg maar, dan krijg je koude vingers natuurlijk. Ja. Ik heb die even afgedaan voor in de winkel lekkere kaas gaan halen. Boerenkaas. En ja, toevallig ben ik die verloren. En ja, zo gaat het nu. Moet België toch de Nederlandse kaas laten proeven, of niet? Nou, ik ben wel wat gewend. Ja, zeker. Bereidt u zich heel erg voor op zulke kou? Nou, we proberen weer veel binnen te blijven. Hè. Dat kan als ik gepensioneerd ben, dan kun je lekker binnen blijven zitten. Alleen ja, boodschappen moet je natuurlijk wel blijven doen. Heel lekker is ook het broodje. Het worstenbroodje, dat hebben we ook geproefd. Breda Nu. Je weet het meteen.